Je hebt mooi lang haar, zie ik. En had jij bepaalde wensen? Of zijn er dingen die jou storen, dat je zegt van, oh, dat vind ik toch wat minder leuk aan mijn haar? Ja, zoals vandaag een klittersmel en ja. Snel pluizen en zo. Dus... Hoe verzorg je dat thuis? Ja, ik was het met shampoo en conditioner en ik doe soms een haarmasker. Oké, dus hij doet wel goede dingen uiteindelijk. Ja. Kan je nog een heel goede tip geven voor jouw haarmasker? Dus als je je haar aan het wassen bent, dan doe je haarmasker eerst. Dus het eerst dat je haar altijd handdoekdroog is. Dat je product eigenlijk niet te veel gaat verdunnen. Dan goed uitspoelen en dan pas je conditioner erop doen. En je zou denken, ah, ik heb toch wel een masker op, is dat voldoende? Ja, absoluut. Qua verzorging voldoende. Maar is het nog eens zo glad en pluist het veel minder. Voilà. Kruidpuntjes zijn terug dicht. Super, dankjewel. En nu gaan we daar krullen in doen voor jouw feestje van vanavond. Hè? Ik weet niet of je het al eens ooit mijn stelting hebt geprobeerd. Ja, maar het lukt nooit. Nee? En wat loopt er fout? Ja, ik weet niet precies wat ik fout doe, maar ik vind de krullen die ik nog krijg nooit mooi. Het wordt altijd heel erg, ja. Steken tegen. Ja. Zou je het eens willen proberen, Esme? Ja hoor. Kom, geef je hand eens een keer. Ik zal jou een beetje helpen. Dus, ik ga voor jou een lokje nemen. Mm-hmm. Draaien. Nog eens draaien. Nog eens, en dan zie je het plukje hier. Mm-hmm. En nu trek je naar beneden, zachtjes. Ja. Zo. Oké. Geweldig, hè? Yes. Ja, eerste krul. En valt het mee voor jou? Ja, zeker. Supermooi. Alsjeblieft. Dankjewel. Supermooi. Heel veel plezier vanavond. Dankjewel. En oefent een beetje, hè, voor die krullen. Ja, dat zal ik doen. Voilà. Alsjeblieft.